De overheid moet niet langer wachten met het instellen van een onafhankelijke corruptiemeldpunt. Dit moet begin 2022 al gerealiseerd zijn. Zo sprak VAP-assembleelid Aziz Kumar Gayadin vandaag tijdens de behandeling van het meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. Het MOP borduurt voort op het herstelplan 2020-2022. Dit is volgens hem nodig om het overheidsbestuur efficiënter en effectiever te maken. Ook wil het parlementslid dat er geen verschuivingen komen in met name de aanname van de wet openbaarheid van bestuur. De kwestie van onafhankelijke corruptiemeldpunt, daar zou ik toch wel de regering vragen om het niet in het laatste kwartaal van 2022 te doen plaatsvinden, maar dat zo snel als mogelijk al in het eerste kwartaal van 2022. Dus dat is precies wat ik bedoel met wat verschuivingen van sommige zaken. Ik zie aan dat aanname van wet openbaarheid van bestuur, dat opgenomen is in het eerste kwartaal van 2024. Laten wij ook dat verschuiven naar 2022. In het MOP moet naar zeggen van Gayadin ook verandering komen in de personeelswet. Hij meent dat Suriname in het kader van efficiëntie tot heden een personeelswet mist die updated is. En dat gewerkt wordt aan een model waarbij de effectiviteit van inzet van ambtenaren in het overheidsbestuur tot zijn recht komt. Prestatiegericht. Als wij nu niet beginnen, gaan we het over 5 jaar niet doen, over 10 jaar niet doen. En daar denk ik dat toch wel aandacht aan besteed moet worden. En dus we kijken uit hoe de regering daarover denkt. Het MOP zet in grote lijnen richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase, de laatste fase van de regeerperiode en de jaren daarna. Een gedegen ontwikkelingsplan is cruciaal, gelet op de huidige financieel-economische crisis, de COVID-19-pandemie en de reeds merkbare effecten van klimaatverandering. Belangrijker nog, de uitvoering van dit plan moet handvaten bieden om structurele problemen zoals werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, ongebreidelde verkaveling, een inefficiënte en ineffectieve overheid en onderbenutting van potentieel aan te pakken.